Goorlen.nl. Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl. Naast dat je naar het programma kunt luisteren via 105.6 FM, kun je er ook naar kijken. En dat doe je via Ziggo kanaal 44 of lokaleomroepgoorle.nl/live. 7:02 op woensdag 12 december 2018. Goedenavond, dit is een nieuwe uitzending van Goorlse Kringen. Vandaag praten we met John Verhoeven van de gemeentelijke rekenkamer. Bert Schelkes komt langs om het te hebben over het afvalstoffenbeleid. En Goni praat je bij over alles uit het gemeentehuis. Zin in! Zo, goedenavond. Inmiddels 7:41. En dat betekent hier een gloednieuwe uitzending van Goorlse Kringen. Ja, Gerard, we zijn er weer. Na een week weg te zijn geweest. Ja, 2 weken dus. Als je 1 week niet bent, is dat 2 weken geleden. Toen was ik niet in de uitzending. Dus voor mij is het 3 weken geleden. Ja. Dus ik sta te trappelen. Hoe was jouw Sinterklaas? Die komt over 14 dagen. Oh, gezellig. Dat weet de rest van de familie ook al, of dat moet een geheim blijven? Ja, nee. Wij zijn van de kerstman. Oh, oké. Al jaren. Aan tafel zit ook Goni. Goni, goedenavond. Hoi. Hoe was jouw Sinterklaas? Ja, heel gezellig. Heel druk. Volgens mij 70 pakjes. 70? Voor jou alleen? Allemaal voor jou? Nee. Voor mezelf moest ik zelf Sinterklaas zijn. Dat jij bent toch het beste. Maar het was heel leuk. Nee, we goed. Doen het nog ouderwets met gedichten en zo. Oh, gezellig. Oh, leuk. Surprises ook of niet? Nee, dat hebben we al een tijd geleden afgeschaft, want dat was zo'n prim. Maar gedicht is verplicht. Oh, kijk, top. Ja, goedenavond. Goed dat jullie er weer zijn. We hebben weer een bomvol programma zo zitten, want we moeten natuurlijk een week inhalen. Maar allereerst eventjes gaan kijken wat er afgelopen week allemaal in het nieuws was, want dat was nogal wat. Ik schrok een beetje toen ik begreep dat er geen kerstzaal kwam. Ik zag het voorbij komen op onze Facebookpagina dat er werd gezocht naar vrijwilligers die de kerststal mee op wilden bouwen, zeg maar. En daar had niemand op gereageerd, waar ik best wel van schrok. En toen afgelopen vrijdag bij de vrijwilligersavond deed de burgemeester nog een keer een oproepje. En daar werd nog niet op gereageerd, want vanochtend zag ik dat de kerststal er helemaal niet zou komen. Maar jij hebt nieuws erover, Goni. Ja, waarschijnlijk komt hij er toch. Hoe? Vertel. Ja, je hebt helemaal gelijk. Er waren ook vrijdag helemaal geen aanmeldingen van mensen die zich daarmee wilden bemoeien. Maar zowel de burgemeester als de contactraad cultuur die vonden toch dat dit gewoon eigenlijk niet kan. En nu is de Stichting Carnaval Ballenvoortschat zo lief om bereid te zijn mensen beschikbaar te stellen. Ze hebben er al 3. Vanavond verraden ze erover, want ze hebben eigenlijk 5 mensen nodig. Maar er zal het wel van komen. Okay. Dus we kunnen ervan uitgaan dat die kerstdag komt. Ja. Hij komt nu alleen niet meer op in de tuin, op de hoek van de Kalfstraat en Tilburgsweg, maar op het Kloosterplein. Maar dan wel zo dat hij nog een beetje meer in het midden, dus meer richting Tilburgsweg komt. Dat hij niet helemaal onder de kerstboom verdwijnt. Ja, precies. De hobbyshows die het een aantal jaren heeft gedaan is bereid om mee te helpen. Want als je zomaar zo'n ding op gaat bouwen is niet zo simpel. Nee. Dus ze gaan meehelpen met advies. Maar ze hopen dat er dus echt nu genoeg mensen zijn vanuit de carnavalstichting die mee gaan helpen. Ja. En dan blijft hij dus voorlopig op het Kloosterplein staan. Nou, goed dat er wel eentje komt. Ja. Toch? Ja. Vind ik ook. Wat is jou nog meer opgevallen in het nieuws, Goni? Nou ja, wat we ook in de krant hebben kunnen lezen en wat nog een filmpje van op de log komt, is de uitreiking van de vrijwilligersprijzen natuurlijk. Hè. We hebben afgelopen vrijdag, de vrijwilligersdag, zijn er hier weer 4 prijzen uitgereikt. En misschien is het leuk als ik ze nog even noem. Ja, doe. 2 mannen en een vrouw. De heer Cor de Vries, die is vooral bekend als voorzitter van de Stichting Hobbyshows Goorle, maar die heeft nog veel meer gedaan. De tweede was mevrouw Nelly Bouwmans uit Riel. Zij is onder andere houdt zich bezig met de organisatie van de intocht van Sinterklaas in Goorle en Riel. En dan de heer Toon Schelkes, oud raadslid, maar vooral ook jarenlang voorzitter geweest van de KBO. En nu noem ik van iedereen maar een heel klein stukje op, want ze hebben natuurlijk allemaal heel veel gedaan. En dan hadden ze ook nog de stimuleringsprijs Jonge Vrijwilliger. Die ging naar Joost de Bond. Die is vooral heel actief bij Scouting. Oké. Okay. Dus die volgde jou ook. Klopt. Ja. Aan tafel zit ook Bert Schelkes. Bert, goedenavond. Wat is jou afgelopen week allemaal opgevallen in het nieuws? Ja. Nou, wat mij opviel, het werd net al genoemd. Je verwacht niet dat in een dorp of school het ooit zou kunnen gebeuren dat er geen vrijwilligers zijn om kerststal op te zetten. Dat vond ik toch wel is het omdat we denken, er zullen altijd mensen zijn die het doen en dat daarom niemand eraan denkt om zich op te geven? Of heeft het toch te maken met het feit dat mensen
ja, dat niet meer, ja, misschien, ja, ik denk dat we minder waarde aan hechten en ja, misschien meer met zichzelf bezig zijn. Nou, ik denk dat dat nog aan mij valt. Ik denk dat het meer te maken heeft met het feit van, ach, dat loopt wel. Maar ik was wel blij om te horen dat het wel gewoon naar alle waarschijnlijkheid doorgaat en dat er ook dit jaar weer een kerstdag zal staan. Maar ik vond het wel een heel opmerkelijk bericht. Dat verwacht je niet in een dorp inderdaad van deze omvang. Nee, nee, precies. Maar ook ja, gewoon, ja, een kerstdag is, dat is zoiets vanzelfsprekends. Dat is ook wat jij zegt. Het is zoiets ja, vanzelfsprekends dat het ja, raar is als hij er niet is, ja, zeg maar. Ja. Naast jou zit John Verhoeven. John, goedenavond. Wat is jou eigenlijk opgevallen in het nieuws afgelopen week? Nou, ik heb een krantartikel meegenomen uit het Brabants Dagblad. Ja. Op, Sinterklaas 5 december. En daar staat dat er geen lijst met gebieden komt met zonneweiden. Mm-hmm. Dat gaat naar aanleiding van de raadsvergadering. Waarin ook besproken is dat zonneweiden in principe over worden toegestaan. Windturbines niet. Nou, iedereen weet, denk het verdrag van Parijs. 200 landen. Ja. De aarde mag niet opwarmen tot maximaal 2 graden. Er wordt van alles gedaan. Ook in Goorl en Riel. Als het gaat over zonnepanelen, spouwmuurisolatie. Dus heel veel initiatief. Ook in de raad. Heel positief behandeld. Alleen, er moet nog veel meer gebeuren, willen we onze doelstelling halen. Dus we hebben als rekenkamercommissie daarom ook gezegd, we gaan de komende jaren, van nu tot, nou ja, proberen ook de raad te helpen bij alles wat er op ons afkomt als het gaat over de energietransitie. En ik vond dit heel positief dat dit echt door iedereen werd omarmd. Dus ik zou zeggen, ga door hiermee. Ja, ja. Nee, goede, heldere, duidelijke boodschap. Ga ik naar de overkant van de tafel, daar zit Henk Grabias. Henk, ook goedenavond. Dag, Jur. Wat is jou allemaal opgevallen in het nieuws afgelopen week? Nou, buiten de genoemde dingen al vind ik het heel... heel bijzonder als je leest over alcoholgebruik onder de jeugd van 18 en lager. Dat geloof ik meer dan 48% is. Ja. En ja, dat mag jij, maar dat is wat ik gelezen heb. En als ik dan aan mijn eigen jeugd terugdenk, ja, toen pakten wij al vroeg een borreltje. Alleen ik had dan mazzel, want ik was pas 15. Misschien heb ik daarom nog redelijk verstand. Dat weet ik niet, maar mijn broers die dronk al eerder. Nou. Want ik vond het gewoon vies. En, maar het valt mij op dat veel, of het percentage dan, denk ik gewoon niet of wel klopt. Maar in de krant stond 48,2 geloof ik. Ja, dat vind ik alarmerend. En wat de oorzaken zijn, kijk, je leest ook in de krant gelijk, schiet iedereen dan weer in de oplossingenrichtingen of eigenlijk in de handhavingsrichtingen. En ik denk dat de oplossing veel meer zit aan bewustwording. En schijnbaar lukt het ons in Goorlen niet om onze jeugd daar zo bewust van te laten zijn dat ze zo verstandig zijn om geen alcohol te drinken voor hun 18e. Ja, 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 precies. Ja, ik moet daar sowieso heel weinig over zeggen, want ik ben 2 jaar geleden 18 geworden. Ik heb daarvoor ook een verleden gehad. Met inclusief Polonaise op vrijdagavond. Ja. Ja. Dus aan mij is het niet helemaal wie hier echt heel erg over uitweiden. Het is niet zo'n punt als je één keer in de Polonaise loopt, want dat doe je meestal alleen met carnaval. Maar het gaat natuurlijk om het hele jaar door. Ja, nee, absoluut. Nee, precies. Ja, ja. Nee, zeker. Ik denk dat het echt absoluut is. Ja, groot. Zo ben ik van de straat gekomen en ja, nee, precies. Ja. Ja, er zijn nog vrijwilligers nodig voor de lokale omroep. Dus ja, jongeren in de put. Mocht het zo zijn dat je sociaal even er helemaal doorheen zit, ja, de logbiet de uitkomst. Gerard, en dan bij jou als laatste, wat is jou eigenlijk allemaal opgevallen afgelopen week? Wij constateerden net, toen we voor zaten te praten, dat een onderwerp al heel lang, enkele maanden uit onze belangstelling is verdwenen. Namelijk de bebouwing op de hoek van de Kalverstraat en de Tilburgsweg. Maar er is nieuws over, heb ik gehoord. Ja, er wordt weer opnieuw naar gekeken. En er wordt weer opnieuw gekeken naar de parkeergarage. En toen dacht ik, wethouder, elke keer zie ik die parkeergarage langskomen. En dat een groot struikelblok is. En dat dus in de onderhandelingen wordt ingezet. Wacht jij af als college? Of moet er toch een handreiking gedaan worden op een gegeven moment? Was ik gewoon nieuwsgierig naar. Ik wil er best op antwoorden. Nou, we zijn niet van plan om gewoon maar te blijven wachten, maar het besluit van de twee partijen die het wilden ontwikkelen, ja, om er niet meer door te gaan en eigenlijk ook ons besluit om dat we niet bereid waren naar een grote financiële bijdrage te leveren. Dat is eigenlijk pas een paar weken geleden, dus we hebben gezegd, laten we even afwachten wat er gebeurt. En we waren eigenlijk een beetje verrast door de, ja, toch de vrij snelle aankondiging van beide partijen, dat ze toch weer bezig waren met het maken van een ander plan. Laten we zeggen, wel met parkeervoorzieningen, maar niet per definitie met parkeergarage. Dus het zou goed kunnen zijn dat er in het voorstel, wat we overigens nog moeten zien, daar wordt gekozen ja, dus voor parkeren op Maaiveld. Zodat er op de begane grond ook minder of geen appartementen zullen zijn. Ja, dat is misschien niet het meest ideale. Maar we zijn er inmiddels al van overtuigd dat het erg lastig wordt om daar, ja, om daar een gebouw neer te zetten in dat met een parkeergarage. Dus ja, dan liever wat minder.
dan de plek zo laat. Want dat is natuurlijk dat begint een beetje een schandvlek te worden. Ja, zo. Ja. Maar wethouder, je weet dat de raad zich daar ooit over heeft uitgesproken, hè, over dat parkeren. Ja, dat weet ik. Dus, ik was er zelf bij. Ja, 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 maar van de andere kant, toen hadden we nog de gedachte dat het wel zou lukken. En dat het geen onredelijke eisen zijn die de markt wel aan zou kunnen. Dat denken we inmiddels, laten we zeggen, wat genuanceerder over. En dan kunnen meningen kunnen veranderen. Onder druk wordt alles vloeibaar. Ja, zo noemen ze het eigenlijk, geloof ik. Ja. 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 Ja, eentje. Dat verbaasde me. Ik was vanmorgen voor iets heel anders toevallig in de BMW-kamer. En daar zag ik ook een boekje liggen. Dreigingsbeeld informatiebeveiliging. En toen dacht ik, dat lijkt mij zo spannend, omdat het een volstrekt saaie titel is. En daar zweeft natuurlijk heel veel rond cybercrimes en hacking en van alles. En toen dacht ik, speelt dat nu ook op het niveau van Goorlen? Zo'n boekje komt dan binnen, het komt in de krant, er speelt iets. De burgemeester zegt er iets over. Hebben wij nu, zijn de Russen hier al geweest? Zal ik het maar kort samenvatten. Ik weet er heel weinig van, maar ik zou niet weten waarom het hier niet zou spelen. Ja. Zeker als je denkt, we zitten in dat vlak bij de grenzen met een ander land. Het zou mij niet verbazen als het zou spelen. Maar waar het mij met name natuurlijk om ging, is dat dan een punt dat gemeentelijke zorg, dus van het gemeentebestuur gaat worden? Of is het iets van je neemt dat waar en via de normale politiediensten, het normale driehoeksoverleg, komt dat wel op een hoger niveau? Ik denk dat er wel naar gekeken zal worden, maar ik denk dat er eerst iets moet gebeuren, willen we er echt een aandachtspunt van maken. Ja, de meeste gemeenten hebben ook een... Hekken. Ja. De meeste gemeenten is je weg. Nee, hij gaat dan dus iets laten gebeuren in Goorlen, zodat we kunnen testen. Ja, maar de meeste gemeenten hebben een informatiebeveiliger. En die is vooral bezig om te zorgen dat iedereen zich ook aan de afspraken houdt. En de lekken gesloten zijn. Zodat, want ja, je hebt met privacygegevens te maken. En dat is denk ik de grootste, belangrijkste component voor de gemeente. Om te zeggen, we moeten daar iets mee doen. Ja, maar met een zekere regelmaat kom je toch berichten tegen. Van allemaal mensen die protocollen hebben, beveiligers en mechanismen. En toch blijken er opeens 100.000 adressen van A of B op straat te liggen. Er is iets, een foutje gegaan. Er bleek toch een lek in het beveiligingssysteem te zitten. De software was niet helemaal up-to-date. Van alles. En tegelijkertijd wil ik het niet groter maken dan het is. Zo bedoel ik het ook niet. Maar dan denk je opeens, het komt toch dichterbij. Er zijn vaak twee werkelijkheden. Hè? De papieren werkelijkheid. Daar heb je al spoilers gehad over een beetje rollentaak en cetera. En hoe is het echt technisch? Hè? Dan zie je vaak dat het uit elkaar loopt. Hè? Het was volgens mij nog een half jaar geleden dat inderdaad een hacker naar binnen kwam die bij de, zeg maar, in de agenda kwam van de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb. Waardoor hij wist van op dat en dat moment is de burgemeester op de koolsingel. Dus in die zin kan dat meteen een soort dreiging zijn. Dus het is wel zaak om wel waakzaam te zijn als het om dat soort dingen gaat. Ja, weten we dat ook weer. Ja. We houden het in de vinger aan de pols, zal ik maar zeggen. Gaan we over naar Gonnie. Want Gonnie, jij hebt de afgelopen week weer druk mee bezig geweest in het gemeentehuis. Ze hebben jou daar op een gegeven moment ook een paar keer buiten moeten zetten, omdat ze eigenlijk dicht wilden. Maar jij hebt al het nieuws van het gemeentehuis heb jij weer bij je. Ja, vertel. Oh, oké. Okay. Ik zou zeggen, pak even een microfoon. Dan ben je ook goed te horen in de huiskamers. Oké, daar ben ik. Ik zei al niet al het nieuws, want het is veel te veel. Zeker van vandaag. Maar ik heb wel wat uitgehaald. En onder andere, de gemeente heeft, vooral het college van BMW moet ik eigenlijk zeggen, heeft vorige week een preventie- en handhavingsplan alcohol en jeugd het licht laten zien. En daaruit blijkt inderdaad dat het alcoholgebruik onder jongeren tot en met 17 jaar, dus onder 18, in Goorlen gemiddeld hoger is dan in de andere gemeenten van dat gebied, Hart voor Brabant. In Goorlen zit het op 39,2%, dus geen 48, gelukkig. Maar is nog wel veel, vergeleken met het gemiddelde in dat gebied van 35,3. Dus 39% van de jongeren heeft ooit gedronken. Maar bijna 24% van de jongeren onder de 18 heeft per gelegenheid 5 of meer drankjes, dus dat is best veel, hè? 24% van de jongeren onder de 18, 5 of meer drankjes per gelegenheid. Het meest drinken de jongeren overigens bij anderen thuis. En dat is 72% van het aantal jongeren wat drinkt. Hè? Ja, maar dat is dus ongeveer 30% van de jongeren die drinken, drinken dat het meest bij anderen thuis. En 48% van de drinkende jongeren, en daar kwam het misverstand in de krant waarschijnlijk vandaan, die drinken in een café, bar of snackbar. Overigens, de gemeente heeft dezelfde fout gemaakt in haar plan. Maar als 48% in een snackbar of... 48% van de drinkende jongeren, hè? Dus ongeveer 20% van de jeugd drinkt
In een café waar, ja. Waar het niet mag. Op die leeftijd. Officieel niet. Ja. Nee. Ja. Dus heeft de gemeente gezegd, we moeten er iets aan gaan doen. Dat is overigens ook nog wel goed nieuws. Want het is wel zo dat jongeren, blijkt uit de monitor van de GGD, later gaan drinken. En ook de iets ouderen, maar wel van 16, 17, ook iets minder gaan drinken. Dus er is wel goed nieuws, maar het is natuurlijk nog steeds veel. Dus de gemeente heeft nu een plan opgesteld om in ieder geval veel te gaan doen aan bewustwording. Want het is natuurlijk gevaarlijk, schadelijk, dat weet iedereen. Maar ook meer handhaven. Dus dat is een heel plan wat ze willen gaan uitvoeren. Om het in ieder geval nog meer terug te dringen. Ja, ik was vandaag op Mill Hill en, om een gastles te geven. En daar hadden ze ook in het kader van het leren omgaan met politiek, hadden ze politieke partijen opgericht, die klas. Mm-hmm. En er was er ook eentje bij en dat ging over dit onderwerp, alcohol en drugs. En dan viel mij wel op dat het merendeel van de kinderen, ja, voor mij zijn het kinderen, hoe oud zijn ze? 15, 16, 4 haven was het. Dat die er toch wel op tegen zijn om te drinken. Het wordt ook beter. Ja. En Goorlen stond overigens op de 11e plaats in het rijtje van 33 gemeenten, geloof ik. Gelukkig niet op nummer 2, maar toch, het is zorgwekkend eigenlijk. Dan was er inderdaad vorige week een hele lange raadsvergaderingen achter elkaar. Daar heb ik wat uitgehaald, want het was anders veel te veel. Eerst een informatieve vergadering die ging over de proeftuinomgevingswet Fok Maastrichter Heide. En dat is eigenlijk een nieuwe manier van gebied indelen, om het even simpel te zeggen. En dat leek voor alle partijen heel mooi uit te vallen, behalve voor de agrarische familie Vermeer. Die lijken de dupe te worden van dit plan. En die klaagde ook steen en been. Maar in wat voor zin worden zij dan de dupe? Ja, dat is ingewikkeld. Zij, door speciale maatregelen, ook van de provincie, kunnen zij eigenlijk niet meer in die proeftuin vallen, waardoor zij misschien straks wel hun bedrijf moeten verkopen. Dat klopt niet, toch? Het voert te ver. Hè? Het is ook niet precies juist, maar het is veel te ingewikkeld om zo goed uit te leggen. Maar zij zijn heel bezorgd. Ja. Dus zij voelen zich een beetje het kind van de rekening, in ieder geval. Ja. Dat mag wel zeggen. Dat klopt wel. In de oordeelvormende vergadering ging het over de nota zon en wind, waar net ook al even gesproken werd. Duidelijk werd dat er volgende week bij het besluit, wanneer het besluit genomen wordt, een amendement wordt ingediend. Want de meeste partijen willen namelijk niet dat er al specifiek wordt vastgelegd waar zonneweiders moeten komen. Hè. Ze willen het nog wat meer openhouden. Voor windmolens kan dat al wel. Men denkt bijvoorbeeld aan twee plekken en dat is dan de Kiek in Riel en bij de Baaktand voor de windmolens. En dan in de besluitvormende vergadering zou gesproken worden over de aanschaf van het beeld van Irene Wüst. Maar dat werd van de vergadering afgehaald van de agenda. Want een groot deel van de raad vond dat toch wel een heel groot bedrag. En ook een hoop inwoners van Goorlen. Dus volgende week op de 18e komt het niet terug in de besluitvormende vergadering. Maar gaat men in een oordeelsvormende vergadering daar nog een keer over praten. Wat wel op die besluitvormende vergadering stond vorige week, dat was de verordening afvalstofverheffing. Oftewel de nieuwe manier van afval ophalen. Daar werd natuurlijk ook het nodige over gezegd, maar daar horen we straks veel meer over. Bijna werd wel een motie aangenomen, dat wil ik nog even zeggen, van de SP. Die bang is dat de chip die op de containers komt, de voorbode is van het invoeren van DIFTAR. Dus betalen per aangeleverd afval. Maar de VVD, D66, PAG en ook lijsttrekker Goorlen waren voor die chip. Dus die komt er toch. Dus zoals ik al zei, straks daar meer over. Ja? En dan had ik vandaag in BMW, die hadden wel maar liefst 15 besluiten genomen. Daar heb ik er een paar uitgehaald. Dan zul je wel moe zijn. Oké, in een rap tempo. In een rap tempo, een paar. Er gaat voortaan structureel een exploitatiesubsidie van €6.000 naar de voedselbank in Tilburg. De voedselbank in Tilburg zorgt namelijk ook voor de voedselbank in Goorlen. En daar gaan in Tilburg 10 mensen uit Goorlen naartoe. En hier in de Wildakker komen 14 mensen. En men rekent ongeveer €220 per persoon voor een 1 maaltijdpakket per week. En tot nu toe gaven ze €2200 aan de voedselbank. En dat is gewoon te weinig. Dus dat wordt nu structureel €6.000. Het wordt dus steeds meer, dat is duidelijk. En dan nog even over subsidie. Het college wil geen subsidie verlenen voor de aanleg van een Jeu de Boelbaan in de Fraatstuin. Daar waren wat vragen over of dat kon. Maar dat zou alleen kunnen als het voor een specifieke doelgroep zou zijn. En dat is niet zo, dus geen subsidie. Maar GSBW, die vroeg subsidie en die krijgt dat wel. Die krijgen €1750 voor het nationaal zaalvoetbal voor G-teams, wat ze elk jaar organiseren. En de gemeente vindt dat zo'n mooi initiatief dat ze deze subsidie ook kan geven en zelfs structureel.
Kijk, dus top. Daar wil ik het even over. Dat was toch wel goed gedaan, Bert. Ja. Ik kan niet anders zeggen. Ja. Zo, ja, je zei het al. In je zak. Ja. 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 Ja, je zei het al, dadelijk gaan we het hebben over het afvalstoffenbeleid. Ja, ja. Maar er is nog meer en dat hoor je allemaal na Jacques Brel met Le Moribond. En dat is echt mijn beste Frans. Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans trop. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord. On n'était pas du même chemin. Mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans trop. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Tu sais, j'en crève de crever aujourd'hui. Alors que toi, tu es bien vivant. Et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans trop. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme. Car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on le mettra dans le trou. Jacques Brel met Le Moribond hoorde je hier op de lokale Omroep Gorle. Het is inmiddels 5:05 en je luistert naar de nieuwste uitzending van Goolse Kringen. Aan tafel zit Gerard de Groot en John Verhoeven van de gemeentelijke rekenkamer. En Henk Gabriels, raadslid en de voorzitter van de auditcommissie. Ja Gerard, waar wil je het met hun over gaan hebben? Nou, eigenlijk gewoon beginnen met een hele simpele vraag. Wat is de rekenkamer eigenlijk? Ik heb een tekstje voor mijn neus gehad. Uitspraak van John Verhoeven waarin hij ongeveer zegt. Wij zijn er om raadsleden te ondersteunen die allemaal papier op zich afkrijgen en door de bomen het bos niet meer zien. Dat vonden we op zich aan de ene kant heel ruim, maar aan de andere kant zijn we dat nog niet zoveel als gewone doorsnee burger van Goorle of inwoner. Kun je iets uitleggen van wat de rekenkamer nu doet en hoe dat uitpakt? Jazeker. Maar overigens, dat is wel in essentie inderdaad waar het om gaat. Toen ze ooit bedacht hebben vanuit het college en de raad, dat is niet eenzelfde. Toen hebben ze gezegd van nou, er staat inderdaad een college met heel veel ambtenaren. Dus die overigens ook in de Tweede Kamer, heel 1000 ambtenaren. En dan staat het individuele raadslid of die enkele raadsleden. Dus wij moeten ervoor zorgen dat die raad wat ondersteund wordt. Nou, daarvoor zijn rekenkamers en rekenkamercommissies in het leven geroepen. En feitelijk doen wij onderzoek of gemeentelijke gelden zinnig, zuinig en zorgvuldig worden besteed. Dat doen we op een heel breed terrein. Eigenlijk op alle terreinen waarbij de gemeente actief is. Dus niet alleen mensen denken vaak over rekenkamercommissie. Het gaat over euro's. Alles wat de gemeente doet. Sport, maatschappelijk beleid, duurzaamheid. Daar kunnen we over adviseren. En wat we feitelijk doen. We doen dat door middel van onderzoek.
En we geven dat terug aan de raad. Dus we hebben daar geen oordeel in. We zijn ook niet links, rechts of midden, zei ik net in mijn buurman. We geven die feiten terug. En op die manier om betere debatten te kunnen voeren met het college. En dat is feitelijk wat we doen. Dus in het kort, ja, een adviseur. En dit is ook voortgekomen, er is ook heel veel onderzoek in het verleden gedaan. Het gemiddelde raadslid, ik weet nog een rapport van 4 jaar geleden, stond, dat heette 15,9. Die zijn zo ontzettend druk, die hebben vaak amper tijd. Ik ben overigens in het verleden ook raadslid geweest. Ik kan het een beetje om al die rapporten te bestuderen. En we hopen daar een bijdrage in te leveren. En toen kwam de vraag bij mij op, en waarom dan John Verhoeven? Nou ja, toen jouw achtergrond en waarom de ambitie om drukke raadsleden ook nog drukker te maken omdat ze al jouw rapporten moeten lezen. Nou, ik hoop dat ze het minder druk krijgen. Als ze het rapport lezen, dan hoop ik dat ze wel snel door de stof kunnen. Nee, toen de vacature kwam, ik zag hem voorbij komen. Ik ben geboren getogen Goorlenaar. Ik heb ook al in de Middelhoog gezeten. Ik ben een tijdje het Goorlen weg. Ik woon nu onder de rook van de bos. Maar ja, ik dacht weer terug in het dorp waar je bent geboren en getogen. Het was ook een mooie gelegenheid om wat vaker bij mijn ouders langs te gaan. Mijn moeder zou trouwens vandaag jaren, dus ik ga straks even een biertje drinken. Dus gefeliciteerd. Dank u wel, ja. Dus in die zin vond ik al mooi om vanuit mijn achtergrond ook daar een bijdrage aan te leveren. En ik vind het nogmaals, ik ben voorzitter van een aantal rekenkamercommissies, dus ik kan het in die zin ook wat vergelijken. En ik vind echt dat als het gaat over hoe de rekenkamercommissie fungeert in Goorlen op dit moment, ja, ik voel me echt in die zin ook wel omarmd. De adviezen die we uitbrengen, die worden ook overgenomen. Er is een goede discussie, een goede inhoudelijke discussie. Dus ja, ik ben in ieder geval heel erg positief vanuit deze kant. Maar deze rekenkamer is niet alleen Goorlen. Dongen en Loon op Zand. Ja. Klopt. En denk ik dan, gemeentebestuur zit druk te vergaderen met Hilvaar en Beek aan Oosterwijk. Is dit logisch aan de ene kant als vraag? Aan de andere kant, wat moet ik me voorstellen bij zo'n samenwerkingsverband? Zijn dat dan gemeenschappelijke onderzoeken? Of gaat het toch eigenlijk over Goorlen apart, Dongen apart, Loon op Zand apart? Nou ja, we hebben het zo opgezet dat kijk, uiteindelijk we zitten met z'n vieren naast mijzelf nog 4 mensen in de rekenkamercommissie. We hebben gezegd, nou, ieder heeft een eigen gemeente. Ik ben een soort als voorzitter overkoepelend. En in principe doen we, laat ik zeggen, 1 overkoepelend onderzoek voor alle 3 de gemeente en een specifiek onderzoek. Dus zeg maar gemiddeld 4 onderzoeken per jaar. En wat we in ieder geval proberen is wel, laat ik zeggen, door die vooruitgeschoven post, dat ze wel zeg maar, het contact houden ook met die, laat ik zeggen, met die afzonderlijke gemeente. Het eerste deel van uw vraag van, waarom Dongen en Loon op Zand? Nou ja, dat was voor mijn tijd. Dat is een heel makkelijk antwoord. Maar in ieder geval, wat ik wel vanuit de overlevering heb begrepen, is dat, kijk, destijds waren er 3 afzonderlijke rekenkamers. Uiteindelijk is het is best wel enerzijds complex. En 2 zijn het vaak ook eenzelfde type onderzoek. En toen is bedacht, nou laten we in ieder geval door zaken te bundelen het efficiënt en effectiever aanpakken. Toen is ook met een aantal gemeenten gesproken. Ja, uiteindelijk, it takes two to tango. Want u noemt Goorlen of Oosterwijk en Hilvaar en Beek. Ik heb ook gehoord dat vroeger ooit is gesproken met Waalwijk, Heusen en een aantal andere gemeenten. Een aantal hadden geen trek. Nou, deze 3 die vonden elkaar wel op dat moment. En op die manier zijn we begonnen. En dat loopt volgens mij tot op heden heel erg goed. Misschien Henk Gabriels als raadslid even een kans geven om hierop te reageren. Nou, kijk, wij kennen elkaar uit het comité, heet het. Het is geen commissie, comité. Waarom dat comité heet, weet ik ook niet. Maar, en er zitten 5 raadsleden in. En die zijn in feite, als je het heel simpel zou verkleinen, die zijn vooruit geschoven post voor de raad om te praten met de accountant, maar ook met de rekenkamercommissie. En het auditcomité, dat gaat ook over de aanstelling van, adviseren over de aanstelling van de accountant en van de rekenkamercommissie. En die let ook heel scherp op de planning en controlecyclus die er elk, en daar gaat wel over geld, die elk jaar in zo'n gemeente plaatsvindt. Hè? Dus van de voorjaarsnoten tot de tussenrapportages, managementletter, tot uiteindelijk de jaarrekening. En in die club, waar Verhoeven ook in zit, daar praten wij gewoon vrij uit met elkaar, zonder enige restricties. En er zit ook bijna altijd de wethouder bij van Financiën, over hoe we die soort zaken kunnen aanpakken. En we hebben dan ook overleg met elkaar over van welke onderzoeken zou de Rekenkamer kunnen doen. Rekenkamer besluit zelf, onpartijdig, onafhankelijk, welke onderzoeken ze gaan uitvoeren. Maar wij kunnen ons voordeel daarmee doen. En die vooruitgeschoven post betekent ook dat als je dat een aantal jaren doet en de raad heeft daar vertrouwen in, dat de raad dus daar minder werk aan heeft, doordat ze redelijk kunnen varen op het advies wat die 5 raadsleden geven. We hebben hier een Goorlen, dat heet Goorlse Geheimen. Mm-hmm. En daar miste ik er 2. En dat waren de rekenkamer en het auditcomité.
Ik geef daar een voorbeeldje van. In de voorbereiding van het idee om jullie uit te nodigen, wilden wij het jaarverslag van de Rekenkamer en het jaarprogramma van 2018 hebben. Dat was op de website niet te vinden. Nu wel. Dus er wordt spontaan snel gehandeld. Ja, exact. Ik heb het overigens bij, dus ik kan een kopietje achterlaten. Nee, ik heb het ook bij. Een lichte toon van kritiek, gevolgd door een pluspunt, dat het dan gecorrigeerd is. Maar de consequentie daarvan is er niet alleen daarvan, maar het is denk ik ook voor een stuk behoorlijk technisch wat jullie doen, is als je inwoner van Goorlen bent, wat merk je dan eigenlijk van het bestaan van de Rekenkamer? Auditcomité, denk ik dat vrij intern procedureel gericht is. Maar de Rekenkamer, ik zie toch voorbeelden van rekenkamers die persconferenties geven, die zich rechtstreeks tot inwoners richten om bevindingen die zij hebben, om die te delen met een groter geheel. Dat is volgens mij niet het systeem. Dat was het idee van nieuwsbrieven van de Rekenkamer. Ja. Die heb ik voor dit jaar niet gezien. Dus is de communicatie met alleen de Raad en het college, is dat voldoende om te verspreiden wat jullie aan bevindingen hebben? Of zou daar toch meer inspanning voor gedaan moeten worden? Nou, dat laatste, heel duidelijk. We hebben het even afgewacht. Ik ben overigens sinds 1 januari als voorzitter benoemd, 1 januari jongsleden. We hebben gezegd, laten we even de nieuwe de raadsvergadering afwachten, de nieuwe fracties. Want we hadden inderdaad nieuwsbrieven van onszelf afvroegen, worden ze wel gelezen? Dus we hebben nu een rondje gemaakt te kijken van nou, waar is behoefte aan? Maar u heeft helemaal gelijk. Ik ben ook voorzitter van de Rekenkamercommissie in Meijerijstad. Dat doen we het inderdaad ook een beetje op die manier. Zoek ook de contacten met de krant. Maar je ziet ook dat we dat hier ook moeten gaan doen. Dus ik kan u één ding beloven. Als ik de volgende keer hier kom, dan zult u van ons gehoord hebben. Dat beloof ik plechtig. Ja. Maar zonder gekheid, uiteindelijk. Kijk, het gaat om het adviseren van de Raad. Maar het zijn natuurlijk onderwerpen die breed in de Goorlense samenleving spelen. En daar moet je ook in die zin over communiceren. Alleen, kijk, er is wel enige terughoudendheid geboden. Want je moet wel voorkomen dat je onderdeel wordt van het politieke debat. Kijk, wij vinden niks. Wij presenteren de feiten. Je vindt niks in de zin van een mening. Precies. Je vindt wel iets, namelijk feiten. Exact. Of dat, onderbouwing, dat, of ja. gebrek dat aan feiten. Dat is de juiste nuance, exact. Maar het is ook, zo zie ik het. Rekenkamers fungeerden 10 jaar geleden op een heel andere manier. Dus nu, het is nu, wij bijvoorbeeld als auditcomité vinden het gewoon ook belangrijker dat er meer gefocust wordt op de bereikte doelen van de Raad. Hè, en de beleidsvoornemens die we hebben met z'n allen. Dan de centjes. Kijk, de centen zijn natuurlijk wel belangrijk, maar die vind ik redelijk te begrijpen. Want je weet al heel snel van zo en zo. Maar datgene wat je dus uiteindelijk dan voor staat, is gewoon de resultaten behalen voor jouw bevolking, voor jouw burgers. En daar vind ik dat de Rekenkamer best wat meer zich op mag richten. Ja. Zonder inderdaad te oordelen. Een ander punt wat wij belangrijk vinden is, steeds meer zie je dat er gemeentelijke samenwerkingen zijn, de zogenaamde GR's. Hè? En dat heb je dus Hart van Brabant. Nou, dat is voor de meeste raadsleden is dat iets onbegrijpelijks wat daar hangt. Want daar kun je een heel onderwerp over vol praten, makkelijk. Iets onbegrijpelijks wat er hangt als het gaat over hoe behalen we daar resultaat voor onze gemeente en hoe zien wij dat? En dat is ontzettend lastig. Dat is ook een van de zaken waar wij binnen het comité over praten, om dat eens een keer helder te onderzoeken. Mag ik dat oppakken aan een rapport dat is uitgebracht over de programmabegroting? Daar las ik in, en ik deed er geen eens moeite voor om die passage te vinden. Aanbevelingen worden nauwelijks uitgevoerd, aanbevelingen van de Rekenkamer. Die worden te gecompliceerd gevonden. En dan gaat het specifiek op. Ik heb het niet opgeschreven. Dat vond ik toch opvallend. Ook zorgwekkend. Misschien even, dat klopt, dat stond er. En dat hebben we ook bewust opgeschreven. Wat we, als je kijkt naar het programma begroting, is al jarenlang, is daar, laat ik zeggen, enige, zou ik het goed zeggen, niet de volle tevredenheid. Ja. Laat ik het voorzichtig formuleren. Vond de raad dat ook? Dat vond de raad ook. Dus in het verleden is daar een aantal keer zijn er advies over uitgebracht. En vervolgens kwam vorig jaar weer het advies. En dan kwam bij ons toch zoiets van
Dat heeft niet veel zin op het moment. Dus we hebben dat een beetje prikkelend opgeschreven. Ik moet overigens wel zeggen, eind vorig jaar is er een sessie geweest met de Raad. We hebben dat ook georganiseerd als Rekenkamercommissie. We hebben een aantal goede voorbeelden opgehaald, vonden wij, uit Breda, Den Dongen, Oosterhout. En ook gezegd, van juist door het zinnetje van beste Raad, wij gaan er niet over. Maar ik zou wel een beetje in beweging gaan komen. Ik weet niet of dat er toe bijgedragen heeft. Uiteindelijk is het wel in beweging gekomen. En wat er nu ligt, en dat is wat mij betreft helemaal niet lach zeggen, het ideaal, maar als je ziet van de opgaande lijn, is daar wel echt te pakken. Want de grote boodschap en vraag vanuit de raadsleden was, ik heb ze geteld, het waren 168 pagina's. Ik moet dat helemaal doorspitten. Wat zegt mij dat nu? Dan moet gewoon dat is feitelijk, als je naar het rapport doorneemt, dat is eigenlijk in grote lijn ons advies. Dus er zijn nu grote stappen gemaakt en volgens mij moet het gewoon nog eens een tandje scherper. Ja, dus het programma begroting is duidelijk verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor. En dat zijn stappen die gezet moeten worden. En je kunt niet in één keer het einddoel halen, je bent als raadslid ook afhankelijk van het college en vooral de ambtenaren die toch dat product wat jij in je hoofd hebt moet gaan maken. En ook moet zorgen dat het werkt. Hè? Want het is makkelijk om iets te roepen, maar het moet uiteindelijk ook gaan kloppen. En die slag is de organisatie nu aan het maken. En dan gaat het vooral nog om van ja, hoe gaan we dus de resultaten benoemen of hoe gaan we die... Misschien even laatste puntje, want we moeten altijd op de klok letten. Ja. En op Bert Schelkens. Oh, daarom hangt hij ook aan de rechterkant. Die ook een mening heeft die we graag willen horen. Wet maatschappelijke ondersteuning staat op jullie programma. Volgens mij is dat in de drie gemeentes dat parallel gedaan, als ik het goed gezien heb. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen hoe dat nu in de praktijk gaat, zo'n onderzoek? Ja, we hebben een onderzoeksplan geschreven. We hebben ook een brood dat ons daarbij helpt. We zitten nu zo'n beetje denk ik op drie kwart. We gaan in Q1 volgend jaar rapporteren. En het gaat inderdaad over de wet maatschappelijke ondersteuning. En dat is onderdeel van het sociaal domein. Het gaat om heel veel geld. Hè. Voor degene die niet weten, de begroting is denk ik ruim 50 miljoen. Meer dan de helft van dat bedrag zit in het sociaal domein, waaronder WMO. Dus het is belangrijk, financieel belangrijk en maatschappelijk belangrijk. En we hebben gezegd, we gaan kijken, één, we willen naar begrip en grip. Wat wij merkten, dat heel veel raadsleden, het is een heel complexe materie, dat we proberen inhoudelijk uit te leggen, hoe zit dat hele speelveld in elkaar? Stap 1 en stap 2. Hoe kun je dan als raadslid op dat hele complexe veld, waar heel veel geld in opgaat, wel meer grip krijgen? Dat onderzoeken wij. En we doen eigenlijk vier dingen. We gaan kijken, hoe zit de papieren werkelijk aan in elkaar? Hoe is het allemaal geregeld? 2, maar hoe is het echt in het veld? 3, wordt er gemeten en gemonitord en eventueel bijgestuurd? En 4, hoe worden raadsleden erover geïnformeerd? Dat zijn eigenlijk de vier hoofdvragen. En nogmaals, hopen we begin volgend jaar bij de verschillende raden over terug te komen. Dan is de rapportage beschikbaar. Klopt. Dan hebben we dat meteen vastgelegd. Dus ik wil er graag weer uitgenodigd worden. En dan geef ik het stokje terug aan Jur. Ja, want we gaan weer eventjes naar muziek luisteren. En John, je hebt ook wat muziek doorgegeven. Ja. We gaan luisteren naar Ruud B. met Lost Boy. Waarom dit nummer? Nou, ik heb het gekozen omdat dit de titelsong is van de musical Peter Pan. Of Peter Pan. Die draait tussen 20 en 30 december. En ik vind het een fantastisch initiatief. Het is door het lokale ateliergezelschap, geloof ik, Goorlen Oosterwijk. Heel veel vrijwilligers die dat doen. Ja, en dit houdt eigenlijk een beetje Peter Pan de spiegel voor van de huidige samenleving. Dat is een beetje wat we proberen als Rekenkamercommissie. Ik dacht, ik vond het wel een mooie parallel. En ik zou vooral iedereen willen oproepen, ga naartoe. Want ik heb gehoord dat het een fantastische musical is. Het leuke is, mijn collega, Rekenkamercommissielid Daniel van Dongen, haar dochter is de jongste acteur in het stuk. Okay. Dus ik zou zeggen, ga vooral naartoe, want het is veelbelovend. We gaan er even naar luisteren. Lost Boy. There was a time when I was alone. Nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon, and even sometimes he would go away too. Then one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile, told me he wanted to talk for a while. He said, Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. And ever since that day, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods.
always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. He sprinkled me in pixie dust and told me to believe, believe in him and believe in me. Together we will fly away in a cloud of green to your beautiful destiny. As we soared above the town that never loved me, I realized I finally had a family. Soon enough we reached Neverland. Peacefully my feet hit the sand. And ever since that day, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Peter Pan, Tinkerbell, Wendy, darling, even Captain Hook, you are my perfect storybook. Neverland, I love you so, you are now my home sweet home forever, a lost boy at last. Peter Pan, Tinkerbell, Wendy, darling, even Captain Hook, you are my perfect storybook. Neverland, I love you so, you are now my home sweet home forever, a lost boy at last. And for always I will sing, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say. Lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Lost boy, hoor je hier op de lokale Omroep Goorlen. Het is precies 7:45. En we gaan het, je luistert naar Goorlse Kringen hier op de lokale Omroep Goorlen. Aan tafel Gerard de Groot en Bert Schellekes. We gaan het hebben over het afvalstoffenbeleid. Want daar verandert het een en ander in, begreep ik. Nou, we zijn net al gecorrigeerd, want het gaat niet over het afvalstoffenbeleid, maar over het grondstoffenbeleidsplan. En de vaststelling van een nieuwe afvalstoffenverordening. En het toekennen van een, of mogelijk maken van een krediet voor de aanschaf van nieuwe, mag ik ze containers noemen? Ja. Met chip. Ja. Met chip. Ja. Maar zullen we eerst even over het voortraject hebben van... Er was een verordening, wij hadden allemaal containers, we hebben allemaal niet zo lang geleden een nieuwe container gekregen. Ja. En nu gaat het allemaal weer veranderen. Ja. Praat ons bij, Bert. Wij stonden een paar jaar geleden vrij hoog als het gaat om het aantal kilo's dat de gemiddelde inwoner van Goorlen produceerde. Volgens mij zaten we boven de 200 kilo, dat is best veel, als je kijkt naar de normen die we nu hanteren. En we kwamen vrij snel tot de constatering van ja, we zullen toch een aantal prikkels moeten inbouwen om te zorgen dat er aan een bron inderdaad ook tot scheiding van afval wordt overgegaan. Zodat we de bruikbare producten nog kunnen gebruiken. En alleen maar datgene weggooien wat geen functie meer heeft. Dat betekent dus dat je moet gaan nadenken over de vraag wat is nu het beste systeem. Dus we hebben
naast een aantal maatregelen die verheerde gulden, hebben we ook twee pilots in het leven geroepen om te gaan kijken van wat is nou de beste manier. We hebben dat gemonitord in goed Nederlands. En we hebben nu en dan zeg ik, de uitkomsten van, dus van die pilot gebruikt om een nieuw plan eigenlijk te gaan vaststellen wat er 1 september volgend jaar ingaat. Want je hebt natuurlijk nog wat aanlooptijd nodig om dat, ja, om dat goed te gaan organiseren. We zijn op zich heel tevreden over de uitkomsten van de pilots. Want de gemiddelde Goolse inwoner, en daar hoor ik in dit geval ook bij, deed weinig aan scheiding. Omdat er ook helemaal geen structuur was om dat mogelijk te maken. En dat verklaart ook het grote aantal kilo's dat we produceren. Als je kijkt wat, wat de resultaten waren van alle stappen die we nu al gezet hebben. Dan is er sprake van bijna een halvering van de hoeveelheid restafval. Dus dat streefgetal van 60 kilo in 2021, dat klinkt heel erg ambitieus. Maar we komen van 200 en we zitten nu al inderdaad beneden de 100. Dus dan denken we dat de stap naar 60, die zal niet eenvoudig zijn, maar hij is realistisch. Maar kun je dan voor mij proberen uit te leggen wat het verschil tussen het oude en het nieuwe systeem is, wat dit effect veroorzaakt? Ik denk het feit dat je dus een infrastructuur aanbiedt die het mogelijk maakt om bij de bron te scheiden. Vroeger had je 1 container. Zijn het gewoon verschillende kleuren pakken? Ik heb echt in mijn tuin 3 containers staan. Nee, maar voordat we met die proef begonnen. Ja, nee, maar ik zeg natuurlijk niet van zoals het 100 jaar geleden was, want toen hadden we 1 asemmer. Toen was ik er nog niet, maar toen hadden we 1 asemmer. Ja. En daar kwam een karretje langs om die 1 keer in de week, als die leeggelegd was, om die weer schoon te maken. Ja. Daar hebben we het niet over. We hebben het erover dat ik, als ik mij dat goed herinner, 2 jaar geleden een container heb gehad waarmee mijn grote container voor plastic afval is geworden. En misschien nog enkele andere dingen, maar dan moet ik altijd weer op het lijstje kijken en dan moet ik aan mijn vrouw vragen, mag het erin? Mm-hmm. En die zegt, ja, weet je dat nou nog niet, waar ze gelijk in heeft. En een kleine container erbij voor het restafval. Dat zijn 3 containers, want we hebben ook nog een GFT-container. Ja. In het nieuwe systeem houden wij 3 containers. We houden 3 containers. En ik scheid mij te pletter met de korte ei. Ja. Nou, we maken het nog wat makkelijker om die scheiding mogelijk te maken. We gaan werken met een duo container voor zowel PDM voor... PMD. Voor het PMD en voor het papier. We blijven verder gaan met de grijze in het restafvalcontainer van 140 liter. En we blijven vast aan de groene container. En die is nou keuze 140 of 240 liter, maar dat is een keuze die aan de bewoner is. Dus we gaan op basis van de resultaten van de pilots, hebben we nu eigenlijk voor heel gehoord dit systeem dat bepaalt. Dat gaat per 1 september volgend jaar gaat dat lopen. En we denken dat dat het nog makkelijker zal maken om naar die streefwaarde van 60 kilo te komen. Ja, maar wat is dan het element dat daarvoor zorgt? Ik mag dan misschien een beetje slordig zijn in afval scheiden of in potentiële grondstoffen scheiden. Het papier houden wij keurig buiten. Ja. Het plastic houden wij keurig apart. Mm-hmm. Met enige aanloopproblemen, maar volgens mij houd ik mij aan de regels. Mm-hmm. Dan heb ik een restafvalcontainer die minder vol komt dan ik ooit gedacht had. Ja. Dus ja, dan zeg ik, dit systeem werkt dus. Ja. En het nieuwe systeem zie ik alleen dat ik in plaats van doos onder de trap waar ik de kranten ingooi, nu buiten een container heb staan, waar ik in een apart vak de kranten kan gooien. Ja. En dat gaat dan tot spectaculaire resultaten leiden. Dat zul je me toch uit moeten leggen. Toch wel. Ik zal u een vraag stellen. Als u nu gebak haalt, dan zit in een papieren doos en er zit bij bepaalde dozen zit er dan zo'n plastic ruitje in, laat ik het zo maar noemen. Deed u dat bij de oude kranten of deed u dat bij het restafval? Nou ben ik niet uw vrouw, maar ik... Dan gebruikte ik termen die ik hier niet kan verhalen, ben ik het wel een beetje zat. Ja. En soms haalde ik het eraf en soms mikte ik dat bij het restafval. Juist, en nu staat straks buiten, bij u staat een container en dan gooit u het papier in. Dan kunt u daar uit elkaar trekken en gooit het papier bij het papier en het plastic bij het plastic. Nee, ik denk dat er dan beter gescheiden wordt. Want dan heb ik nog steeds de vraag of dat geplastificeerde papier nu plastic of papier is. Ik zeg maar de essentiële vragen die je als consument hebt. Ja. En daarnaast
ondanks mijn buikje wil ik toch benadrukken dat ik maar heel weinig gebak eet. Dus zal ik dat niet een goed voorbeeld vinden. Het was ook maar een voorbeeld. Dat is afleidend. Je moet de afgelopen 2 jaar zien als een proefperiode. Waar we ook een aantal varianten hebben gehanteerd. Om te kijken wat levert nou het beste resultaat op. Dus we kunnen zeggen dat we op basis van deze praktijkonderzoek dat een tijd heeft gezien. Kunnen zeggen wat sluit nu het beste aan. De verfijning die we hebben toegepast om met een duocontainer te gaan werken. Is ook omdat we merkten dat als mensen het losse papier gewoon in een doosje gewoon bij de rest van de containers zetten en er stond flink wat wind, dan was de hele omgeving was vervuild. Dus zeggen van nou, dat kan beter. Maar je moet eerst weten of je met zo'n dure container wel uit gaat komen. En dat rekening houden met de frequentie van 1 keer per 2 weken. Nou, de pilot heeft laten zien ook dat het kan. Dus we kunnen zeggen, we hebben die pilotperiode gebruikt om te kijken welk systeem het beste aansluit. En welke ook het beste de laatste stap gaat zetten om van die kleine 100 kilo naar 60 kilo te gaan. Even een zijstap die hiermee te maken heeft, maar het niet direct over afvalstoffen gaat, maar over besluitvorming. Ik begrijp dat de afvalstoffenverordening, of in ieder geval het ophaalsysteem, is bevoegdheid van het college. Ja. Toch zegt het college, we willen dit oordeelsvormend met de raad bespreken. Ja. Ja. Maar de containers die wij voor ogen hebben, die gaan we vast kopen. Als jullie raad dat krediet goedkeuren, terwijl we toch een luisterend oor hebben naar raad als jullie nog iets zouden willen veranderen, zou kunnen dat we dat meenemen. Leg dat eens uit qua besluitvorming. Ik bedoel, de raad gaat er niet over en geeft een mening, maar die mening wordt niet gehoord. Is nu de raad boos? Of denkt, ach, containers dat, terug? Dat doen ze wel vaker hier. Ik vraag het mij gewoon af. Het klinkt als een zwak excuus, maar het is het echte verhaal. De vakantieplanning heeft ertoe geleid dat we de besluitvorming niet in de meest ideale volgorde hebben kunnen doen. Maar op het moment dat wij het besluit namen, lagen er al voldoende cijfers aanwezig aan de grondslag. En hadden we ook redelijk goed gepeild hoe de mening in de raad lag. Dat we het toch aandurfden om het op deze wijze te doen. Dat is de verklaring. En het is zo dat het college kan dan wel de bevoegdheid hebben, maar er zijn bepaalde onderwerpen die zo gevoelig kunnen liggen bij de burgers, dat ze toch nog een keer de raad willen horen. En dat is alleen maar heel verstandig. Ja, maar dan blijf ik bij, maar dat voert te ver weg toch de vraag of dat dan goed geregeld is als de bevoegdheid ergens ligt en toch een besluitvormend orgaan gehoord wordt om niet het besluit te nemen, maar een mening te geven. Maar zwa. Die aanpak is wel met de raad gedeeld. En als wij daar bezwaar tegen hadden gekregen, dan hadden we onze aanpak echt veranderd. Maar de raad was nog met vakantie, dus was er nog niet achter wat er allemaal speelde. Nou. Dus, flauw grapje. Nou, ik was degene die vakantie was. Ik heb eigenlijk de planning een beetje in de war gehoord. Traditioneel heeft in Goorlen, en niet alleen in Goorlen, het verenigingsleven een grote rol gespeeld bij het scheiden van afval. Met name het ophalen van papier, kleding en wat iets meer. Nu zie ik staan dat de harmonie in Riel daarvoor gecompenseerd gaat worden. Ja. Toch worden er ook opmerkingen gemaakt over de rol van vrijwilligers in het nieuwe systeem. Dat snap ik niet helemaal. Ik snap de vraag niet helemaal. Ja? Nou, kijk, dus in de eerste plaats die compensatie naar de harmonie. Ja. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Is dat een permanente subsidie geworden om afscheid te nemen van hun financiële vergoeding? Het is een afbouwregeling die hen in staat stelt om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Want voor hen was de vergoeding die ze kregen een redelijk substantieel deel van hun inkomsten. En je wilt niet de vereniging zoals de harmonie in 1 keer broodeloos maken. Dus we hadden ze al gewaarschuwd van dit zit eraan te komen. Want we gaan straks naar een systeem wat voor heel de gemeente hetzelfde is. Dus inderdaad van Goorl en Riel. Dus hadden vast rekening mee. Maar men is... men heeft eerst afgewacht tot het moment dat het besluit er genomen werd. Dus voordat we het besluit namen, zijn we weer opnieuw gaan praten met harmonie. We hebben voorstel gedaan om tot een afbouwregeling te komen, zodat zij de kans kregen om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Dat besluit is overigens niet ingegeven door het feit dat wij ontevreden waren over de wijze waarop zij het deden. Maar ze konden eigenlijk niet die continuïteit bieden die wij wilden. En dat heeft ook te maken met het feit dat zij steeds minder vrijwilligers hadden. Dat vrijwilligers veel ook wat ouder. Veiligheid, denk ik. Veiligheid speelde een rol. Maar er waren ook bedrijven die het ophaalden die per se niet met vrijwilligers wilden werken. Omdat ze dan een hoger risico namen wat ze ook niet konden verzekeren. Dus dat heeft tot deze keuze geleid. Daar ging mijn opmerking over. Dat, ik lees nu even de tekst na. Dat is afnemende bereidheid van vrijwilligers. Ja.
Daar hadden we het er even over met kerst al. Ja. Is dat dus daarmee toch ook wat breder? Dat zit een patroon in, ja. Schuiving. Ja. De Milieustraat in relatie tot zwerfafval. Ja. Er wordt gezegd, dit nieuwe systeem kan ertoe leiden dat mensen met hun restafvalcontainer in de knel gaan komen. Ja. En dat ze dat gratis gaan aanbieden bij de Milieustraat. Impliciet staat er volgens mij, dat wordt ongewenst gevonden. Ja. En daar gaan wij nieuw beleid voor ontwikkelen. Ja. Of bestaand beleid op een andere manier aanscherpen. Kun je daar iets over uitleggen van waar de ideeën dan over gaan? Hoe dat er het komende jaar uit moet gaan zien? En wat dat in relatie tot, want ik neem aan dat gemonitord gaat worden. Het zwerfafval, de mogelijkheid dat de containers toch niet gebruikt worden op de manier zoals je die wil. We hebben onszelf eigenlijk niet zomaar, eigenlijk door het moment waarop de nieuwe containers worden besteld, hebben we een maand of acht de tijd om te gaan kijken van naar welke verbeterslagen willen we nog behalen. Ja, en hoe gaan we daar bewoners bij betrekken? De rol die de Milieustraat daarin speelt is er één van. Dus er zijn nog geen concrete maatregelen of concrete onderzoeken die we willen doen, maar we willen onszelf wel de tijd geven om in die acht maanden nog een aantal slagen te doen, maar ook om de communicatie en de voorlichting aan de burgers naar een hoger niveau te tillen, om te denken dat daar ook nog een deel van de te behalen winst valt te halen. Nee, kijk, ik communiceer ook regelmatig met een burger, mijn vrouw, die vaak hier in de bossen wandelt en zegt, ik zie steeds meer afval daar. Ja. Zij geeft dat wel door. Ze is uiteraard geen handhaver. Ja. Gelukkig niet. Heeft dat hiermee te maken? Of is dat een heel apart probleem waar dit afvalinzamelingssysteem eigenlijk geen enkele impact op heeft? Ik denk dat het twee aparte ontwikkelingen zijn die niks met elkaar te maken hebben. Maar we merken wel, en dat horen we bijvoorbeeld ook van Tilburg, want we werken nou samen met Tilburg in dit systeem. Daar hebben ze ook gemerkt dat het zwerfafval dat nam af op het moment dat de openingstijden van de Milieustraat ruimer waren. Ja. Het nadeel van een kleine Milieustraat is dat je heel beperkt met die openingstijden. En niet iedereen brengt de discipline op om eerst te kijken, ja, op het moment dat je afval wilt aanleveren, zijn ze wel open. En veel mensen denken dan van, ja, ik ga het niet mee terugnemen, ik gooit wel eens in de sloot. We zijn ook aan het nadenken over de vraag van, ja, is deze Milieustraat wel de beste ondersteuning op het moment dat we eigenlijk nog meer willen scheiden en de burger nog meer bewust willen maken? Ja, is het dan wel de infrastructuur die daarbij hoort? Dus ook daar nemen we de tijd voor om te gaan kijken wat daarin valt te verbeteren. Ik denk dat de opening van een Milieustraat ook op tijden dat mensen juist niet hoeven te werken, dat echt wel zinvol is. Precies. Ja. Maar we weten nu al dat in juli volgend jaar we jou uitnodigen om de dan verworven inzichten te bespreken. Prima. Dat we Henk dan gaan uitnodigen om dat van commentaar te voorzien. Dat we John al eerder in de uitzending hebben gehad om nog weer nieuwe inzichten te delen. Dus dat begrijpen jullie. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Ja, en we krijgen nog een muziekje. Ja. Nee, want dat zit er vandaag helaas niet meer in. Dit was de nieuwste uitzending van Golse Kringen van deze woensdag 12 december 2018. Volgende week dan zijn we er met de laatste uitzending van 2018. Dus dat wordt, er wordt dan ook meteen gebeld. Ik vraag heel even aan mijn sidekick of dat die dat even kan regelen. Oh god, een vraag nog op het laatste moment. Dat zul je natuurlijk net zien. Volgende week dan gaan we het hebben over het armoedebeleid. Dan is in ieder geval Kamerlid René Peter, Jo Sperman van Stichting Leergeld en Ad Schelkes van de familie Formulierenbrigade te gast. En deze uitzending is gewoon, mocht het zo zijn dat je hem dat je later bent ingeschakeld, is de uitzending gewoon terug te vinden op ons YouTube-kanaal. Tot zover deze uitzending. Dank aan alle gasten. Gerard, bedankt. Fijne avond nog. En wij zijn er volgende week weer. Tot volgende week. Ciao. Dit is Lokaal Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Dit is het lokale Omroep Goorlen regionieuws. Er is vuurwerk onderschept bij de grens en er zijn meerdere personen opgepakt. De Nederlandse en de Belgische politie stonden bij de grens met Goorlen en Poppel. Illegaal vuurwerk en ook drugs. Er zijn meerdere personen opgepakt. Er zijn 1200 auto's gecontroleerd. Eén persoon werd opgepakt omdat hij reed in een gestolen voertuig en ook is er ruim 88,5 kilo aan illegaal vuurwerk gevonden. En ook €360 aan boetes geïnd. Ook werd er een man aangehouden omdat hij nog 40 dagen gevangenisstraf open had staan. De kermis in Hilvarenbeek wordt in 2019 niet gehouden in het tweede weekend van juni, maar in het weekend voor Hemelvaart.
Dat heeft het Beekse college besloten. Hilvarenbeek wil de kermis in 2019 ook aangrijpen voor een aantal vernieuwingen. En de politie en Transport en Logistiek Nederland waarschuwden vandaag voor ladingdieven op de wegen rondom Tilburg. Vorige week waren er meerdere meldingen van criminelen.